Hallo runkeliefhebbers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag staan we op het fort aan de Buurstegen, aan de andere kant als de vorige aflevering. We hebben hier een Duits werk van de Pantherstellung. Dit is een uitbreiding op de Grebbelinie van de Duitsers. Het front moest de andere kant op. Hebben we allemaal geleerd in het Grebbelinie bezoekerscentrum. Dat is een aanrader om even heen te gaan. En we gaan nu kijken naar de ST-bunker van de Duitse Pantherstellung type 703. Deze gigantische ST-bunker, ontzettend hoog, hebben ze geprobeerd op te blazen. Ontzettend bijzonder. Echt bizar om te zien. Wat we hier zien is de plek waar een panzerdeur zou komen. En normaal gesproken werd een panzerdeur geplaatst voordat het dak erin ging. In dit geval was de panzerdeur op dat moment niet beschikbaar, dus hebben ze deze insparingen overgehouden. Zodat als de deur beschikbaar was, dat ze hem erin konden zetten. Maar deze bunkers zijn in 1944 gebouwd. Tegen de tijd dat de deur beschikbaar was, was de oorlog voorbij. Verder een heel klein steentje eigenlijk. Met hier dan een munitienis. En hier een munitienis, twee voor kleine hoeveelheden munitie. Een beetje hetzelfde idee als een 612 en een 680 bunker. En dan is hier de geschutsopening. Hier is de geschutsopening. Met de bevestigingsplaat nog. Ja. Hier hebben ze in één keer later weer bij gedaan, die bevestigingsplaat. Oeh, hij lijkt in één keer heel wazig te worden, hè? Nou, wel een beetje gek. Het schootsveld, vind ik het. Ja, het schootsveld. Mijn eerste keer in de ST-703. 2 meter dik. Vrij kleine ST. Dan gaan we nu even door naar de kochbunkers.